Oh my god. Dit ziet er echt heel spannend uit. Wat gebeurt er? Oh, dit was het. Ik dacht, er wordt een keihard naar boven geschoten of zo. Ja, ik denk het wel eigenlijk, want we moeten dat zweefcel gaan testen, toch? Ja, dit bedoel ik. Hoppakee. Oh my gosh. Oh, dit is wel vet! In deze video gaan we naar de Rito's, onze vogelbewoners van Hyrule. Tussen video 6 en 7 heb ik heel veel gespeeld. Kijk maar, ik ben lekker rond gaan lopen en heb ondertussen al 22 shrines gedaan. Dat houdt onder andere in dat ik nu lekker veel meer kan sprinten. Ah, dit is zo fijn. Ik heb alles geïnvesteerd in stamina. Ik heb al verschillende paardenstallen gevonden en heb inmiddels 2 paarden getemd. Blue en de eerste Original. Samen met Original gaat Link op pad naar Rito Village. Yo, Hestu! What's up? Broccolihoofd, waarom sta je te huilen? Die bomen daar, ik vind ze maar eng. Joep! Deze bomen? Wat is er mis met deze bomen? Oh, snap, de bomen leven! Moet ik die omhakken of zo? Wat is de bedoeling van deze boom? Oké, hak hem. Hak hem. Lekker. We kunnen geen pijlen in hem schieten, blijkbaar. Oké, doei, boom. Later. Hier, nog één. Oké, wegspringen. Nice. En hoppakee. Het lijkt wel Lord of the Rings, jongen. Die ants, die leefden ook. Waarom zijn hier opeens levende bomen, Hestu? Die enge dingen zijn weg. Ah, daar heeft hij zijn samba-ballen weer, hoor. Kun je mij zien? Ik heet Hestu. En ik ben de muzikant van het Korokwoud in het Noordoosten. Iedereen kent me van mijn swingende maracasdans. Oh, daar gaat hij, hoor. Gaat hij? Ga je het dansje doen? Er is iets mis met mijn maracas. De koroksites die erin zaten zijn verdwenen. Ja. En daarom moet je al die koroks helpen en vinden in deze game. En dan krijgen we natuurlijk weer meer opslagruimte. Ik heb er 14, vriend. Ik wil meer wapens. Let's go. Daar gaat hij, hoor. De dansende Hestu. Hey, er komen allemaal matties ook bij dansen. What up? Super cool. Ja, I like it. Oh, doe trouwens even een duimpje omhoog voor de dans van Hestu. Eerlijk, die dans was gewoon vet. En vergeet niet te abonneren als je dan toch gelijk bezig bent. Ik ging nog even door met koroksaatjes inleveren en Hestu deed nog wat van zijn dansjes, totdat al mijn koroksaatjes op waren. Tijd om me weg te vervolgen op de rug van Original. Ondertussen kwamen we ook deze watchtower nog tegen. Ik zweefde het water in, klom op de rotsblokken en kwam aan bij uitkijktoren Linderrots. Dus even kijken of we deze kunnen openen gelijk, hoor. Ja, nice. Oké, tabletje erop. Ja. En deze watchtower is geactiveerd. Lekker. Dan moeten we hem nog even onderzoeken. Let's go, Link! Wee! Kijk, duidelijkheid over wat hier allemaal gaande is. Maar ik moest proberen om me niet te veel af te laten leiden, want we hadden namelijk één doel vandaag. De Rito's vinden. Nee, niet Dorito's. De Rito's. Er loopt alleen een hele grote klif door de weg waar we naartoe moeten. Dus ik teleporteer naar de tempel van Makurikis. En ga dan deze brug over. En daar pakken we dit avontuur op. Zo, er zitten wel aardige gaten hier in deze brug. Pas op, Link. Oké, als we deze weg helemaal volgen, dan zouden we er moeten komen. Wel chill dat je op zich niks hoeft te doen. Als je gewoon alleen af en toe A indrukt, zodat je paard sneller gaat, dan volgt hij zelf de weg. Dat is echt heel handig. Zo, even rustig aan. Nog een bruggetje over. Ik heb het gevoel dat we aardig in de buurt komen. Zou het daarboven zijn? Oh, het is hier... Ja, het is hier koud. Heb ik nog maaltijden die me warm houden? Oké, heb ik dan nog hout? Ja... En vuurvrucht, nice. Die leggen we dan even bij elkaar neer. Geven we even een tik tegenaan. Oh, dan ben ik bijna dood. Oh, maar ik kan helemaal niet koken hier, joh. Oh, maar daar hadden die rijstkookpannen voor natuurlijk. Let's go. Pepertjes en champignons. Maar nu ben ik koudebestendig. Oh, maar was dat niet gewoon ook de bedoeling? Het zag er eigenlijk eerder koud uit dan warm hier zo. Dus misschien moet het wel kunnen. Ja, kijk. We gaan de sneeuw in. Dus dit is helemaal goed. Dit is helemaal top. Ik zie daar ook weer een stal. Die gaan we ook gelijk activeren. Het klaverblad. Oh, is dit geen stal? Hé, hier is wel onze eerste Rito. Pen, hé, ben je hier, jongen? Oh, we moeten stil zijn. De hoofdredactrice Tracy is druk bezig zich voor te bereiden op informatie over prinses Zelda te verzamelen. Ja, daar kan ik je wel mee helpen, vriend. Tracy heeft deze stal goedkoop overgekocht. Tracy! Oh, die wordt nu boos op Pen, dat Pen niet zo'n lawaai moet maken. Hallo Tracy, heb jij misschien voor mij warme kleren? Goed, Link, wil je me nu het hele verhaal vertellen? Jazeker, jazeker. Is allemaal niet goed gegaan met Zelda. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Dus Pura wil dat je plaatsen onderzoekt waar de rare fenomenen van de laatste tijd zich hebben voortgedaan. Om te ontdekken waar prinses Zelda zich bevindt. Je bent aan het allerbeste adres, want ik heb uit heel Hyrule informatie binnengekregen. Iemand lijkt op prinses Zelda en die heeft de laatste tijd een aantal plaatsen bezocht. Ik wilde net aan Pen de opdracht geven om dat te onderzoeken. Wil jij zijn collega worden? Ja, dit hebben we wel. Oh, dit is kikkeruitrusting. Hierin kun je tegen natte wanden opklimmen zonder dat je wegglijdt. Dat is wel echt handig. Nou, bij deze zijn we collega's, Pen. Ik wil dat je bij alle stallen nieuws vergaart. Oh, oké. Maar ik heb al best wel wat nieuws gevonden, denk ik, hoor. Oh, oké, dat telt niet tot nu toe. Oké, is goed. Dat gaan we later doen, ja. Ik moet eerst naar de echte Rito's. Want ik twijfel eigenlijk of hij een Rito is. Ik zie hier trouwens wel een kookpot. Daar gaan we eens even gebruik van maken. Zo, hoppakee. Nu kan ik in ieder geval lang genoeg hier in de sneeuw blijven. Maar we zijn er wel bijna, hoor. Oh, 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 rustig. Oh, nee! Ah! Oh, oh, hij is goed aangekomen. Originaal is gewoon aan het zwemmen daar beneden. Geen doorgang voor ongevleugelden. Ja, zie je, we moeten daar naartoe. Zou ik dan echt die kikkeruitrusting daarvoor nodig hebben? We gaan eens even rond dit dorpje heen lopen, hoor. Ik moet en zal die Ritioni spreken. Kijk, want daar kan ik wel op. Ja, dat moet te doen zijn, jongens. Dat moet te doen zijn. Let's go. Kijk, dit lukt wel. Toppie. Als het nou gaat regenen, word ik gek, hè? Ik heb zo'n hekel aan die regen in Zelda-games. Dat is zo irritant. Ik denk dat dit ook gewoon zonder kikkerpak kan, hoor, jongens. Kijk, we hebben al best wel veel uithoudingsvermogen. 2 rondjes. Dus we komen best wel aan het eind. Kijk, en nu kan ik gewoon daar naartoe. Ja, en dan kan ik gewoon naar de Rito's, jongen. Ik heb ook vleugels, vrienden. Dit is mijn vleugel. Let's go. Let's freaking go. Ja, ja, ja. Oké, we zijn al in Rito-dorp. Heerlijk. Ik zag ook hier ergens een shrine, volgens mij. Zat die hierboven? Nee, maar hier is wel een korojonkie. Oh, we moeten schieten tegen deze dingen. Oh, mis. Oh, ik heb helemaal niet zoveel pijlen meer, jongens. Hallo, koronk. Ja, ik breng je wel weer naar Hestu toe als ik tijd heb. Ja, oké, doei. Oh, daar in het midden staat de shrine. In het midden van Rito Village. Oké. Ja, deze shrine gaan we sowieso wel even doen. Die pak ik ook gewoon gelijk mee in deze video. Want dan hebben we in ieder geval een warppunt waar we naartoe kunnen als we terug willen naar Rito dorp. Een ritje op de wind. De tempel van Gatakis. Ja, dus we moeten eigenlijk gewoon de juiste kant op vliegen, denk ik, de hele tijd. Oh, ja. Zo, ja, cool. Ja, dit gaat goed. Oké, dan moeten we hier naar beneden. Ja, we moeten gewoon laten zien dat we een waardige vogel zijn, denk ik. Oh, oké, wacht. Oh, dit werkt anders. Moet ik dan gewoon hier doorheen? Zo. En dan nu. En dan hier naar de zijkant toe zweven of zo? En dan hierop staan? We moeten dit kapot maken, hè? Dus eigenlijk moet ik dan denk ik zweven en dan zo slaan. Ja, en dan hier weer zweven. Oké. En dan? Hier staan allemaal Zonai's. Hallo, Zonai. Ik maak even deze kist open, ja? Niet mij aanvallen. Niet mij ik val alleen jou aan. Sorry. Oh, hier zijn nog meer Zonai's. Ik vind het niet oké, hè? Dat jij op mij schiet. Ik mag alleen op jou schieten, vriend. Oké, nu moeten we daar doorheen zweven. Ah, dit lukt denk ik wel. Ja, oké, cool. Nu gaan we helemaal hier naar boven, blijkbaar. Ja, en dan zijn we bij het einde. Lekker. Oké, deze was niet heel moeilijk. Deze was vooral leuk. Kijk, nu kunnen we altijd hier naartoe terug teleporteren. Ik dacht al dat hier onder dit steentje een korok lag, hè? Ik dacht het al. Ik denk, waarom ligt het steentje hier zo random? Ja. Oké, we moeten hier naar boven. We moeten onze vogelbroeders op gaan zoeken, jongens. Ik ben op zoek naar vogels. Oh, jij bent wel een leuke vogel. Welkom, wat een sneeuwstorm. Fijn dat je gekomen bent. Hier op de berg is het nog kouder. Je bevriest nog als je naar de top van die berg klimt zonder je tegen de kou te beschermen. Maar, ja kijk, zij verkoopt warme kleding. Dit is de koperen snavel. Nou, eens even kijken of ik dit allemaal kan kopen, hoor. Ritoveren, 650. 500... En 1000. Ik heb 2150 roepies nodig voor dit alles. Nou, eens even kijken of ik wat shizzle kan verkopen, hoor. Ja, ik heb bij lange na niet genoeg, denk ik. Maar misschien komen we wel aan het eind. En hopelijk heb ik dan mezelf goed genoeg beschermd. Nou, we komen wel in de buurt. 1817. Ik geloof dat dit genoeg moet zijn. Oké, we beginnen met de broek. Dan het hemdje. Ja, ik wil altijd alle kleren kopen. Dat vind ik sowieso al vet. En deze zijn natuurlijk al heel handig, omdat we het hier warmer van krijgen. Hoppakee, we gaan het allemaal aan. aandoen. Nice, dan hoeven we nu ook niet steeds meer van die gerechten te maken. Ziet er trouwens best goed uit, Link. Hallo, moet ik helemaal naar de top, jongens. Is hier iemand? Waar is iedereen? Waarom is het zo uitgestorven hier? Oh, kijk, ik denk dat ik bij hun moet zijn. Yo, wie ben jij? Dat is niet eerlijk, je weet best dat ik het kan. Het zou niet zo moeilijk moeten zijn om die enorme wolk te onderzoeken. Hij wil het gewoon alleen doen, jongen. Nou, dit is wel een baasje, hoor, deze kleine Rito. Deze is echt vet cool. Nou, wat gebeurt er met het dorp? Hallo, mijn naam is Link en ik ben gestuurd door Zelda om jullie te helpen. Ja, ik ben het. Ik ben het echt. Ik ben hier gekomen zonder vleugels. Yo, what up? Jij bent vet cool. Ik vind deze nu al leuk. Tulin is dit. De jonge Rito-krijger. En dit is Teba. Teba zegt, Link, ik hoorde dat je vermist was. Wat fijn dat je ongedeerd bent. Dit is de nieuwe Rito-leider. Ja, die wil natuurlijk zijn zoon niet laten gaan. Saki zal dan de moeder zijn. Misschien herinner je je nog mijn zoon Tulin. Hij is groter geworden. Maar van binnen? Nou zeg, ik heb toch gezegd dat je me niet als een klein kind moet behandelen. Zolang je gelooft dat je alles in je eentje kunt klaren, zul je een klein kuikentje blijven. Waarom zou ik niet alles in mijn eentje kunnen doen, zegt Tulin. Ik ben al hartstikke volwassen, hoor. Ik kan al het werk van vandaag best zonder hulp doen. Daar draai ik mijn vleugel niet voor om. Tulin, rustig aan. Hij zegt, jullie kunnen lekker je tijd verspillen door te doen alsof het lied van de windark echt is. Oh, ga je ook? Ga je er ook echt vandoor? Ben je gewoon zo boos dat je nu wegvliegt, Tulin? Lieve hemel. Tulin wil dat ik hem in zijn eentje de oorzaak van de sneeuwstorm laat onderzoeken. En hij wil geen nee horen. Ja, dit is een kleine koter, hè? Die zijn zo. Maar wat betekent het lied van de windark waar Tulin het over had? Dat is een oud volkslied hier in het Rito-dorp. Lang geleden, toen er een ramp was, net als nu, werd het dorp gered door een groot vliegend schip. Althans, volgens het lied dat van generatie op generatie is overgedragen. Dat is een kinderliedje dat we hier allemaal leren. Maar niet iets waar we veel geloof aan hechten, zegt Teba. Maar er komen veel meldingen binnen van een vliegend schip. En deze sneeuwstorm en die wolk voldoen wel aan de criteria van een ramp. Ik denk dat we Tulin achterna moeten gaan. Oh, helemaal daar, joh. Teba zegt, het lied van de windark is misschien maar een kinderliedje, maar ik denk dat er echt iets te vinden is in het hemelrijk. Daar zullen we echter niet snel komen, want de wind is veel te sterk daarboven. Zelfs Rito's kunnen er niet goed vliegen. We moeten goed voorbereid op onderzoek gaan. Maar Tulin denkt er anders over. Die is daar naartoe gegaan waarschijnlijk. Ik heb uitgelegd wat er met Zelda is gebeurd. En Teba zegt, dat is niet geloven dat zoiets kan gebeuren onder kasteel Hyrule. Dus de verdwijning van Zelda en de verschijnselen in Hyrule staan met elkaar in verband. Teba wil graag helpen, maar er lijkt geen eind te komen aan deze vreemde sneeuwstorm. Er is een tekort aan eten. De volwassenen van het dorp zijn allemaal bezig om de sneeuwstorm te onderzoeken en eten te verzamelen. Dus daar was iedereen en daarom is het zo stil hier. Saki zegt dat haar man bijna nooit het dorp uitgaat omdat hij het zo druk heeft om dit dorp te runnen. Hij wil mij graag helpen, maar we moeten het aan Hart vragen. Misschien heeft hij informatie over prinses Zelda. Zie je die twee vuurbakens daar? Jazeker. Hij zit in een blokhut daar vlakbij. Oké, is goed. Ik ga daar naartoe. Ja, het is echt heel stil hier. Voor de rest is hier echt nog geen reet te beleven zonder al die Rito's. Weet je wat? We gaan er vanaf hier springen. En dan gaan we zo hoppakee richting het blokhut. Nou, wel fijn dat we nu deze uitrusting hebben. Oh, daar loopt zo'n gek dansend wezen. Kunnen we die skippen? Je hebt mij niet gezien, hè, vriend? Doei. Oh, je hebt mij nu wel gezien. Hallo. Nee, niet komen. Niet komen. Wat sta je naast me? Oké, wel komen dan. Maar dan ga ik je kapot maken, hè, vriend? Hier, hoppakee. Hoppakee. Oh, nee. Ah, niet mij bevriezen. Pak hem. Lekker. Nog één keer. Denk ik. Waar is hij? Oké, hij staat echt naast me nu. Pak hem. Nog een keer. Lekker. Hoppakee, zo. We hebben zijn zwaard met saffier te pakken, hoor. Maar we gingen naar die blokhut. Die was hier ergens, toch? Oh, hier staat ook weer zo'n grappie, jongen. Ja, je moet er dus voor zorgen dat die paal niet omvalt voor hem. Nou, hopelijk is dit al genoeg. Hoef ik niet te veel moeite te doen. Ja hoor, lekker. Yay! Nou, dan zet hij zijn paaltje helemaal vast. En klaar. Kijk, dan krijgen we altijd nog beloningen. Roepies. Zijn vleesrijsballen. En een bonbloem. Nou, dankjewel, maat. Later. Oeh, ik zie daar al een hele toffe Rito staan volgens mij. Yo man, hoe is het met jou dan? Dit is Nek. Ben je hierheen gekomen omdat je onze vuren hebt gezien? In de sneeuwstorm is het moeilijk om richting te houden. De vuren zijn een oriëntatiepunt voor reizigers om te voorkomen dat ze verdwalen. Ja, vet handig. Maar Ik word naar de lichttoren gestuurd. Misschien ook wel handig om die inderdaad even te activeren. Yo, ben jij de persoon die ik zoek? Nee, dit is Misa. Er zijn allerlei vreemde voorwerpen gevonden, zegt zij. En ze weet niet echt wat voor functie deze dingen hebben. Oh, we mogen ze hebben. Oh, top, dankjewel. Dat is echt super chill. Ik neem het allemaal mee, bedankt. Hier, flesje olie. Dankjewel allemaal, hoor. Dit is Amali. Allemaal coole Rito's hier, hoor. Oh, zij gaat koken, maar... ik heb net al de pepers gejat. Oh nee, ze zegt dat ik ze mocht hebben. Nou, dankjewel. Dankjewel, Amali. Super aardig. Maar jij bent de persoon die ik zoek. Sowieso. Ja, dit is Hart. En die zegt, Link, je bent in orde. Ik hoorde dat je vermist was, dus ik maakte me ongerust. Maar wat is er gebeurd? Ja, Zelda en ik, diep ondergronds, iets wakker gemaakt. En nu is het helemaal naar de kloklo. Hart heeft geen informatie over Zelda. Het hele dorp is bezig met het verzamelen van eten. Ja, dat heb ik al een paar keer gehoord. Er verschijnen ook allerlei vliegende monsters. Misschien kan Tulin... oh, gaat Tulin me helpen? De kleine Tulin kan tegenwoordig beter vliegen dan de meeste volwassenen. Zelfs in dit beroerde weer vliegt hij rond om allerlei inlichtingen te verzamelen. Zijn windvlaagtechniek is behoorlijk indrukwekkend. Dat kan geen van ons nadoen. Hij is met Gezane en Lysa meegegaan om voedsel te verzamelen. Ze zijn al onderweg naar de grot bij het zuidelijke Hebra-bergtop ten noordoosten van hier. Om daar te komen moet je hier de klif beklimmen en het bergpad volgen. Dan zou je een vuurbaken moeten zien. En als je achter Tulin aan wilt gaan, moet je het vuur bij de ingang van de grot zoeken. Oké, top. Oké, dus we moeten deze trappen op en dan hier doorheen lopen. En op een gegeven moment komen we dan bij een grot. Zou dit de grot kunnen zijn? Ik heb super veel zin om met die kleine Rito op pad te gaan. Eerst nog even deze uitkijktoren activeren. Oh, maar er zijn allemaal doornen hier zo. Maakt op zich niet zoveel uit. Waar het niet dat ik net al mijn vuurdingen heb verkocht. Oh, ik heb hier nog wel een vuursteen. Daar moet het vast ook mee lukken. Als we hier nou eens een pijl op schieten. Ja. Ja, kijk, dit gaat goed. Deurtje open. Tablet neerleggen en scannen maar. Heel nice. En dan is daar het kampvuurtje, maar volgens mij is dat nog niet de Rito die ik zoek. Maar dat komt in de volgende video. Dan gaan we het mysterie van de sneeuwstorm oplossen. Dus als je erbij wil zijn, knal het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!